In 1951 werden 50 mannen uitgenodigd om mee te doen aan een zicht-experiment. Mm -hmm. En zij werden in een groep gestopt van zeven anderen, dus ze waren in totaal met z'n achten. En ze moesten gaan kijken naar één streep en vervolgens zeggen of die streep even lang was als A, B of C. Drie andere strepen. Vrij simpele opdracht. Alleen wat de deelnemer niet wist was dat de zeven gepland waren. Dat waren acteurs. En die hadden de afspraak om af en toe, 18 keer deden ze het in totaal, om 12 keer het verkeerde antwoord te geven. Dus duidelijk zichtbaar dat, nou, A, de, 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 de streep is even lang als B. Dan gingen zij massaal C zeggen. En waar ze in geïnteresseerd waren, is, als nou iedereen dat hardop moet zeggen, dus de eerste gaat, nou, C, de tweede gaat, C. En jij zit daartussen als onafhankelijke man die denkt, dit zijn gewone deelnemers. Hoe vaak ga je dan mee? Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Hoe vaak ga je dan mee? Over dat fenomeen gaat deze podcast. Je hebt het al gehoord, ik ben hier natuurlijk met Tjane. Ah, Jan-Peter. En in deze podcast gaan we je waarschuwen voor iets dat in de real-life zelfs dodelijke gevolgen ja. kan hebben. Ja, nu. Gaat dat in ons vakgebied misschien iets minder vaak gebeuren, maar. Er kunnen behoorlijk ja. dingen fout gaan ja. en daar willen je voor waarschuwen en behoeden. Ja. Hoe zit dat nou met die lijnen? Ja, nou, het is dus zo dat in, um, uh, het is in 1951 gebeurd, dus ik moet ook wat nuance gaan aanbrengen, want oh my god, toen waren we nog niet zo ethisch vol besef, nee. want het lijkt me nogal stressvol en dat is ook gebleken dat als je daar zit en iedereen zegt en jij denkt dat zijn gewone normale collega-mensen uh, die zeggen C terwijl het toch duidelijk B moet zijn, dan gaat het niet helemaal goed bij jou van binnen. Maar wat we zagen was dat uh, 32% van de mensen die onderzocht werden, zeiden bij alles gingen zij volledig mee met de groep. Dus 12 keer zeiden ze het verkeerde antwoord en 12 keer gingen zij mee. Uh, 75% van de mensen die meedeed, gingen in ieder geval één keer mee in een tweede onderzoek ja. dat ze deden. Um, en ze deden een controlegroep waarin niemand gepland was. En daarin gebeurde het maar 1% van de keren dat iemand meeging als twee anderen per ongeluk een fout maakten. Um, dus dat maakte dat de controlegroep vrij duidelijk ja. was. Uh, dat betekent dat ze het op dat moment dachten in 1951, oh my god, we zijn onwijs beïnvloedbaar. Wij denken met anderen mee, oh, dit is vreselijk. Uh, de de groepstruk die wij krijgen van anderen, die zorgt ervoor dat wij niet meer zelf nadenken. En zelfs nog gaan zeggen dat iets wat... Overduidelijk zichtbaar fout is, dat dat correct is. Nou, hier zijn we natuurlijk heel erg van teruggekomen. Hè. In de psychologie hebben we gezegd dit mag je mensen niet meer aandoen. Want die mensen kwamen naar buiten waren helemaal over de rooi. Je dachten: wat is mij hier ja. gebeurd? Hadden hun, 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 hun emoties waren heel hoog, uh, hartslag was heel hoog, want jeetje, heb ik nou ontrouw aan mezelf, wat de fuck? Uh, en we hebben toen, na aanleiding van dit soort research ook afgesproken met elkaar. Je, moet dus niet, je mag dus niet meer zeggen we researchen zicht. Terwijl wat we eigenlijk aan het researchen zijn is in hoeverre ga je ja. mee met anderen. Dus uh, dit mag niet meer. Het is ook gerepliceerd het onderzoek een aantal keer. Er komen telkens andere resultaten uit. Maar er wordt altijd wel iets gevonden dat groepsdruk heel um, groot is. En dat je geneigd bent om mee te gaan met de groep. En naarmate iets wat grijs... 50-20 grijzer is, ben je meer geneigd om mee te gaan, omdat het dan minder opvalt. En er is ook research gedaan naar mensen die als wetenschapper opgeleid zijn. die dus heel erg geleerd hebben: ik moet independent denken. Ja. En daarbij is het bijna niet mogelijk om hen door groepsdruk mee te laten gaan. Want zij zijn heel erg geneigd, uh, getraind juist om tegen die groepdruk in te denken. Dat is wel goed om te weten. Ja. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Dat geeft vertrouwen. Juist. Ja. Je kunt je wapenen. Ja. Ja, dus we gaan het hebben over een fenomeen. Ja. Dat, um, dat er eigenlijk voor zorgt dat alle intelligentie uit je besluitvormingsproces ja. gaat. Ja. Uh, vooral als het besluitvormingsproces met een groep plaatsvindt. Ja. Uh, we gaan het hebben over iets dat ervoor zorgt dat je brainstorm doodslaat, dat je in een teamoverleg denkt. Ja, we hebben wel voor A gekozen, maar waarom eigenlijk? Dat als je iemand aangenomen hebt, je elkaar na, net na het aflopen van de proeftijd aankijkt en denkt... Wat, wat? Wie had deze beslissing eigenlijk ja. genomen? Uh, we hebben het over groupthink. Ja, groupthink zit namelijk overal op ontzettend veel plekken. En een van de bekendste plekken waar je hem terug ziet is inderdaad bij sollicitaties. Ja. Hè, stel je voor, je zit met z'n tweeën. Uh, iemand te evalueren die van alles heeft beantwoord, een leuk gesprek heb je gehad. Die persoon loopt naar buiten, sluit de deur. En de, de senior van de twee personen, uh, of de hiring manager, degene die de meeste invloed heeft, die zegt gelijk zodra de deur dicht gaat: Nou, nou, dan weten we dat we beïnvloed worden. En toch zijn we op dat moment onze gedachten nog aan het vormen. En is onze neiging om mee te gaan met die gedachten. Ja. We zeggen dan niet gelijk, namelijk. Ho, ho, wat vind jij nou? Nee, <coughs> we reageren meteen met. Ja, 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 ja. En ineens worden onze twijfels, die wij ook al voelden, worden groter. Ja. ja, want je bent bijvoorbeeld in zo'n situatie ook nooit 100% zeker. Nee. Uh, bij bijvoorbeeld een sollicitatie. Dus, dus je argumenten die je misschien nog aan het vormen uh, aan bent. aan het vormen was ja. en je hebt er vast twee bedacht. Uh, nou, hierom misschien niet, maar ook een heleboel wel. Ja. negatieve argumenten worden in dit geval gelijk groter, met ja. je, terwijl je dat niet wil. of je positieve worden kleiner, ja. terwijl je niet door hebt dat je dat doet. dus right. wat we moeten begrijpen over groupthink is: het is niet, ik ben een meeloper, ik kan niet voor mezelf denken. Ik, er is een defect in mijn brein. ons menselijk brein is gebouwd om mee te gaan in de consensus. Ja. dat moeten we ons realiseren. dus dus groupthink is niet iets van zwakke mensen. Groupthink is wat in ons allemaal zit. We zijn allemaal geneigd tot conformity. Tot als we dit allemaal denken, dan denk ik dat het wel zo zal zijn. Ja. Tenzij we ons daartegen wapenen. Dus in die zin is het een unconscious bias. We zijn allemaal geneigd om mee te gaan met de groep. Tenzij we daar heel hard in getraind worden om het niet te doen. Juist. Groupthink ja. is een uh, fenomeen. Ja, dat bestaat denk ik al zo lang als de mensen bestaan. Mm -hmm. Maar de term is echt populair geworden door een uh, onderzoeker van de Universiteit van Yale, Irv is, Irving Janis. Hij heeft een boek geschreven in 1972, dat was ook echt een wetenschappelijk goed jaar. boek over, goed jaar. <laughs> ja, goed, nou ja. over groupthink. Uh, en hij heeft een heleboel besluitvorming uh, van voor het jaar 1972 heeft hij bestudeerd. Ja. En zo kwam hij op dit uh, fenomeen. En één voorbeeld ervan, als ik, als ik even een, kleine, een heel klein duikje in de geschiedenis mag geven. Misschien kun jij de geschiedenisleraar in jezelf even ja, wakker kussen. Heel klein beetje. <laughs> is een van de grootste politieke blunders uit de Amerikaanse geschiedenis. Dat is de invasie van de Varkensbaai. Dat was in de tijd van de Koude Oorlog. Um, uh, Amerika had het plan om duizend Cubaanse dissidenten uit Florida uh, ja, in Cuba aan land te zetten om Zophie Fidel Castro af te zetten. Juist. Dat plan dat kende een heleboel zwakke punten. Onder andere al het feit dat er duizend dissidenten waren in het Cubaanse leger. Twintig of dertig, misschien wel veertigduizend, maar in ieder geval veruit in de meerderheid was. Uh, er was een plan dat ze wat uh, steun van de luchtmacht zouden krijgen. Maar de luchtmacht had niet goed duidelijk doorgekregen wat ze precies moesten doen. De marine zou ze een beetje in de verte ondersteunen. Maar uiteindelijk hadden ze geen rekening gehouden met het slechte zicht. En er waren best wel veel... Um, ...leden in de regering van uh, toenmalig president John F. Kennedy... ...die eraan twijfelden, moeten we dit wel überhaupt doen of op deze manier doen? Mm. En wat die Irving Janis um, heeft geschreven... ...is dat uh, best wel veel van die leden in dat besluitvormingsproces... ...zich niet durfden uit te spreken. Let op, want ze waren bang om voor softie uitgemaakt te worden... Ben jij soms voor de communisten? Precies. Hè? Steun jij de strijd tegen de communisten niet? Jij, ja. jij, jij, soft ja. Ze moeten allemaal kapot gemaakt worden. <laughs> nou, dat dus. Daar waren ah. ze inderdaad bang voor. Ja. Uiteindelijk is die invasie op een fiasco uitgelopen. Die, uh, die mensen werden aan land gezet, maar werden dus niet ondersteund. werden gevangen genomen, gemarteld. Het was verschrikkelijk. Uh, daaruit ontstond weer, uiteindelijk weer die, uh, die, die rakettencrisis, die bijna tot de kernoorlog heeft geleid. Ja. Dat was echt een groot fiasco. Ja. Maar wat wel een mooi is om te uh, zien, is dat John F. Kennedy heeft erkend, dit besluitvormingsproces ging dus echt niet goed, ja. en heeft daarvan geleerd. Ja. Nou, en daar heeft hij Irving Jennings een heel boek over geschreven in deze podcast. Um, gaan we ook de acht dingen die je kunt doen om groupthink tegen te gaan, willen we ook met je delen. Ja, want wat we dus moeten erkennen is, groupthink is er altijd, ook in de Amerikaanse regering op vrij hoog niveau. Uh, het is bij onszelf, het is... Uh, het is als je met je partner tv zit te kijken en, de, en, en de, je, je ziet een soort trailer van iets. En je hersenen hebben nog geen besluit genomen. En je partner zegt al: Oh, ik weet het al. Ga je die kant op? Of je partner zegt: Oeh. En je gaat mee. Ook al heb je niet door dat het gebeurt. Dus er is niet eens echt een groep voor nodig. Nee, maar, nee, maar we beïnvloeden klein, elkaar. Ja, we zijn ja. gewoon geneigd om dat te doen. En als je dat wilt, terug wil voeren. En dan kun je Rutger Brechtman weer bijhalen met zijn prachtige boek. De meeste mensen deugen. Ja, juist, ja. Um, dat mensen uh, geneigd zijn om het met elkaar eens te zijn, om elkaar te steunen. Dat ja. is hoe wij in elkaar zitten. Dat heeft gezorgd dat wij hebben kunnen overleven. Als wij geneigd waren om het met elkaar oneens te zijn, dan was overleven veel gevaarlijker geworden. Want dan hadden we gezegd: van ja, we zijn nu bij elkaar, we hebben één vuur, laten we nu uh, hier blijven, want er komt slecht weer aan. Oké, okay, nou laten we dat dan allemaal maar doen. Als we allemaal niet van de consensus en niet van de groupthink waren, dan waren er drie of vier vertrokken. Ja. Nou, die hadden het niet gered, hadden zich nooit kunnen voorplanten. En dan hadden we anders, soort, anders in elkaar gezeten als mensen. Dus wij ja. hebben elkaar nodig. Dus ingebouwd in ons brein zit, oh ja, ik ben het waarschijnlijk wel met je eens. Ja, ja. wat dus iets heel moois is. Ja. Maar, en dat zeiden we in het begin al, het houdt dus wel de intelligentie uit uh, besluitvormingsprocessen. Ja. En um, daarom zei hij wel, groupthink kan dus dodelijk zijn. Nou ja, in, als het op politiek aankomt, echt wereldpolitiek, ja. krijg je dus dit soort uh, gevolgen ervan. Ja, Want die, met die duizend uh, mensen is het waarschijnlijk niet heel erg goed afgelopen daar in, uh, uh, in die varkensbaai. Nee, want een heel groot deel is het echt slecht afgelopen. Ja. En een, ook een deel is uiteindelijk wel weer door een soort gevangenruil weer terug in Amerika gekomen. Maar, maar... daar moest Amerika wel heel veel voor betalen. ja. ja. Oké okay, mensen, groupthink, daar gaan we het over hebben en we gaan het hebben over, we snappen nu wat het is, we snappen dus dat het is onze menselijke neiging om mee te gaan met de meerderheid uh, en groupthink, dat weten we ook en dat vertel ik jullie er nu bij, is ook, gaat ook extra aan als het spannend is. He, dus juist. als er psychologische onveiligheid is, daar hebben we al eerder een podcast over gemaakt. Dan gaat groupthink nog meer aan. Want als dan iemand roept: ik heb een idee. dan hoef ik in ieder geval niks te zeggen. Sta ik niet bloot aan allerlei spanningen. Dus ga ik al gauw een soort knikken. Terwijl ik misschien van binnen denk: ik heb hier eigenlijk wat tegen. Ja, ja dat klopt. Dat beschreef inderdaad die, die uh, wetenschapper ook in zijn boek. Als er heel veel druk en stress is, ja, dan is het juist zo. Nou, dat was bijvoorbeeld bij deze politieke ja. situatie ook zo. Zullen we gaan naar de ja. acht maatregelen groep think. Neem tegen ons eens even mee. Uh, nummer één is het aanwijzen van een advocaat van de duivel. De Chief Disagreement ja, officer. Heerlijk, ja. ja, lijkt me een leuke rol om, uh, om te hebben. Um, dus iemand die het eigenlijk overal mee oneens is, die de advocaat van de duivel speelt. Die uitgaat van de meest ontevreden klant, het meest foute scenario. In ieder geval die ervoor zorgt dat er altijd kritische vragen worden gesteld. Ja, en die spreek je van tevoren af, zodat deze persoon ook echt de ruimte heeft om dit te doen. En um, ik heb ermee gewerkt bij een organisatie, en daar hadden we ook afgesproken, omdat het best een hele moeilijke rol is. Want je moet eigenlijk tegen je eigen brein strijden, en je wil aardig zijn en lief zijn en meedoen. En dan moet je tegenstrijden. Hadden we ook afgesproken, geef nou even een applaus als de advocaat van de duivel of de chief disagreement officer het woord neemt. Ja. ja, ik denk inderdaad dat het heel goed is om die, om die aan te moedigen die rol. Ja. Ja. Uh, maatregel 2 lijkt er wat op, maar is voor de hele groep, is namelijk zorgen ervoor dat als jij bijvoorbeeld de voorzitter van het overleg bent, dat je de hele groep actief stimuleert om heel kritisch te zijn, om kritische vragen te stellen, afwijkende meningen te uiten, nog even te vragen: okay, hebben we hier echt goed over nagedacht? Dat wat zou bijna als... een groupthink-vraag zijn, maar meer wat kunnen we er nog meer tegen inbrengen? Ja. Of hoe kunnen we dit idee kapotmaken? Of ja. wat zou er allemaal tegen zijn? Ik wil een lijst van minstens zes dingen die er tegen zijn. Juist. Op die manier, ja, ja echt stimuleren. Van uh, het lijkt alsof we nu een goede beslissing hebben genomen, maar laten we even laten we kijken of we de gaten op kunnen schieten. Ja. Ja, heel goed. Misschien zelfs mensen in groepjes, als het, zeker als de psychologische veiligheid laag is, gro in groepjes uiteen, kom eens met drie bezwaren. Juist, ja. 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 Dan is uh, de volgende maatregel, is, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een werkoverleg van ja. Brainstorm, is dat de, de, de leider van de groep of de voorzitter, dat hij geen voorkeur aangeeft over waar wil ik hmm. dat dit heen gaat. Ook niet onbewust. Ook, ook niet, niet non-verbaal. Ja, nee, oh, nee. Dat zou heel lastig zijn uh, voor dus, mij. <laughs> dus ik kan me voorstellen dat er bij een werkoverleg of een brainstorm... de echte leider die voorkeur wel heeft... Ja. dus dan is het slim dat die leider niet de leider is van het besluitvormingsproces... Ja. maar daar dus een neutraal iemand voor aanwijst... die geen belang heeft bij de uitkomst van... Uh, uh, van de uitko bij het belang heeft bij welke uitkomst er... Uh... Ja, of die alleen het belang heeft... de, de beste uitkomst moet eruit komen. Ja. Uh, eigenlijk een beetje wat Simon Sinek zegt... Uh, de leider mag pas als laatste spreken. Ja, uh, dat zegt hij altijd. Ja, ja mooi. Ja. We hebben de vierde, is het opstellen van onafhankelijke groepen. En wat uh, bedoelt hij ermee? Hij zegt, dan is er één groep die uh, komt tot een besluit. De ja. andere groep gaat het besluit heel kritisch benaderen. Ja, dus, uh, waarschijnlijk is het een fout besluit. Juist. Uh, daar gaan we even vanuit ja. en dat gaan we nu onderbouwen. Ja. Ja. We gaan niet zoeken waarom het klopt, maar waarom het niet klopt. Ja. Juist. Dan hebben we er nog één. Uh, dat is uh, de hele tijd in subgroepjes uiteen. Ja. Het grote voordeel daarvan is, als er dan een groepthink plaatsvindt, is dat in zo'n subgroepje <laughs> ja. en niet in de grote groep. Precies. Um, maar ze gaan allemaal of naar dezelfde probleemstelling kijken, dezelfde brainstorm doen, of ze gaan allemaal naar subonderdelen bekijken. Ja. Beide is natuurlijk een hele slimme om te doen. Ja, En zeker als je ze dan ook nog, uh, 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 net als die punt 2, uitnodigt om kritisch te kijken, dan helpt dat helemaal. Ja. Mooi. Ja. Nummertje 6 is uh, nodig de groepsleden, dat kan dus ook als je met z'n twee een sollicitatiegesprek hebt uh, gedaan, uit om weer met anderen te praten over wij denken dat we dit besluit willen gaan nemen. Hoe lijkt je dat? Dit zijn de argumenten voor, dit zijn er tegen. Dus betrek er mensen bij die hier niet in de groep zitten. Ah, oké. Okay. Dus extern gaan, terwijl je dan ook eigenlijk waarschijnlijk een groupthink aanzet, want je wilt ze wel een bepaalde kant op doen, maar ja. omdat ze er niet bij zijn geweest, zouden ze waarschijnlijk onafhankelijker kunnen denken. Ja, 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 ja. mooi. Ja, en ik denk um, dat, dat als, als ik in de groep ben en ik uh, het proces van groepthink vind plaats en ik ja. ga met een ander individu spreken, ja. kan ik denk ik mijn eigen gedachten ook weer wat meer ja. horen oh ja. natuurlijk. Ja, precies, dat omdat je het, het onder woorden gaat brengen en ja. niet meer in die groepthink zelf zit en niet meer die anderen ziet die zo blij kijken, ga je het ineens misschien wel zelf ook kritischer benaderen. Ja. mooi. Ja. ja. De zevende is om, uh, nodig bijvoorbeeld is een expert uit uh, in de groep, om vanuit ook weer een buitenstaander blik... Uh, te kijken naar welk besluit willen jullie nemen, welke ja. argumenten hebben jullie allemaal. Oh, ik heb, ik heb echt best te veel kennis over dit onderwerp of over dit proces. Ja. Uh, ik vind hier ook wat van, dus nodig is expertise van buiten de groep uit. Ja, dus eigenlijk iemand met hoge status, ja. waardoor de kans dat als die persoon iets beweert vanuit de wetenschap, vanuit expertise, dat als waar wordt aangenomen in plaats van dat we leunen naar het voelt goed, ik zie het ja, niet ja, doen, ja, uh, ja. het komt wel goed, ja. Ja, klinkt lekker. Zie je het spelletje ontspelen. ja, ja. <laughs> ja. Um, en de laatste in deze serie is het anoniem verzamelen van reacties op het voorgenomen besluit. Ja. Uh, dus je zou eens op een afdeling of in een organisatie kunnen uitvragen: Wij denken dat we dit willen gaan doen, wat vinden jullie daarvan? En hij zegt: Door het anoniem te doen, daar kun je wat van ja. vinden. Maar door het anoniem te doen is de kans groter natuurlijk dat mensen uh, daar kritischer op zijn. Ja, dan moet je wel zeggen wat in het voor Dem, want ja. we gaan daarnaar luisteren en we nemen dit allemaal mee in plaats van we doen een soort verplicht rondje, dat we dat nog even doen. Ik zet deze vaak in in ons trainer trainer jaartraject uh, Daar komt heel vaak uh, onze vrienden, bevriende organisatie McDonald's... Uh, komt daar vaak langs. En dan um, mogen de trainers pitchen... dat ze een training willen geven bij McDonald's. En dan uh, komt McDonald's vaak met een hele delegatie... van de L&D-afdeling uh, om naar die mensen te kijken... en ze echte feedback te geven. En um, als dan de proeftraining kort gedaan is, dan loopt die persoon, die loopt weg. En dan is de neiging die je natuurlijk hebt om gelijk al een ja. soort, wat vonden jullie? Wat vonden jullie? Ah, waardoor je die groupthink aanzet. Dus wij spreken altijd af. Dat is altijd ontzettend moeilijk. Is dat iedereen nog even doorschrijft, ongeveer een minuut. Dat ik dan heel neutraal vraag, zijn we er klaar voor? Ja. En dan het eerste wat we dan doen, is dat we gaan stemmen. En dan mag je alleen maar kiezen tussen ja... Door of nee, niet door. Nog niet feedback, nog niet genuanceerd, maar ja of nee. En je moet kleur bekennen. En dan doe ik het volgende. Dan tel ik af: 3, 2, 1. En dan zeggen we heel hard ja of nee. En dan hoor je dus duidelijk: hé, hey, ik hoor meerdere ja's, meerdere ja. nees. En dan heb je een veel super interessanter gesprek. Uh, omdat je. Oké, okay, laten we beginnen bij de nees. Waarom hadden jullie een nee? Oké, okay, oh ja, dat snap ik eigenlijk wel. Oké, okay, waarom hadden jullie dan een ja? Nou, daarom, daarom. En ineens ontstaat er een heel scherp beeld ja. van waarom de ja eigenlijk toch moet winnen. Of de nee toch moet winnen. Um, en dat is veel waardevoller dan, uh, dan dat je een soort zegt, wat had jij? Ja. Want dan gaat iedereen naar elkaar zitten kijken. En wat ik ook merk als effect is, als ik wel eens dan ja zeg en iedereen zegt nee... Dat ik gelijk een soort naar mijn blaadje kijk... <laughs> Oh, ja. waarschijnlijk heb ik het verkeerd gezien. Ja. Dus je voelt de groupthink ook nog het echt. Zeden, je hersenen ja. in de gaan van. Of, of ook andersom, de opluchting van. Oh, ik hoor meerdere jaartjes. Oh, lekker, lekker. Die had ik namelijk ja. ook. Dus het, het is, we moeten echt erkennen dat het een ding is. Ja. 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 Maar goed, je hebt gezegd acht dingen om groupthink te voorkomen: de eerste, de Chief Disagreement Officer, de Chief uh, uh, Advocaat van de Duivel, de hele groep oproepen als nummer twee uh, om tegenstand te bieden. De derde, wil je die nog een keer toelichten? Zeker, ja. De, dus dat de leider van het besluitvormingsproces onafhankelijk is, ja. geen belang heeft bij de uitkomst, of in elk geval super onafhankelijk doet. Juist. <laughs> ja. Ja. Uh, het uh, opstellen van onafhankelijke groepen, één die het besluit neemt, één die gaten schiet op het besluit. Ja. Dan hebben we nog de subgroepen. Ja. Zodat er kleinere groupthink ontstaat als er ook groupthink ontstaat. We hebben uh, het bespreken met buitenstaanders. Ja. Uh, in één op één situaties. We hebben dan de volgende expertise naar de groep toe halen. Ja. Uh, die weer een andere visie uh, kan geven. En als laatste hadden we het anoniem verzamelen van respons, van kritiek, van input. Ja. En, en ik, heb, ja. ik heb er trouwens nog eentje, want, uh, ik zei vertel, John F. Kennedy had ervan geleerd. John F. Ja. Kennedy paste ook een aantal van deze toe. Aha. Uh, maar had er nog eentje uh, toegevoegd, bedenk ik nu. Dat is namelijk dat in zo'n overleg dat je het overleg laat gebeuren waar de leider niet meer bij is. Mm. Om te voorkomen wat jij eerder al beschreven leider... vond... bij dat recruitmentproces... Uh, dat de meest senior manager ja. uh, toch zijn invloed gaan, uh, ja. gaat aanwenden. Ja, zo van leuk dat jullie erbij zaten... Ja. maar joh, ik ben ervarener, ik zie het hem doen... houden jullie verder je muil ja. maar. Ja, uh, wat goed, wat goed. Ja. ja, heel mooi. Dus groupthink is een belangrijk fenomeen... dat iedere L&D'er, manager, persoon, trainer ja. moet kennen... Ja. En waar je je tegen kunt wapenen. Dus zowel door kritisch denken, uh, het boek Think Again van Adam Grant. Ja, is zelf helpt er heel, erg bij. heel erg leren ja. om juist de andere kant op te denken. Um, en, um, en er zijn dus te nemen maatregelen. Want die training alleen voorkomt niet dat er ook nog thinking in je zit. Nee. Uh, kijk, als iemand mij opbelt en zegt Sjane, ik wil met jou praten over een opleidingskundig probleem. Dan voel ik mij bestempeld als expert. Dus dan ben ik bereid om tegen alles wat ze zeggen in te gaan. Omdat ik denk: ja, jij wil mij nu als expert hebben. Ik zet mijn experthoed ja. op. Hier kom ik. Ja, dat je krijgt juist een podium om kritisch te zijn. Precies. Ja. Terwijl op het moment dat wij met z'n drieën een training zitten vorm te geven. En we denken: heel lekker. En iedereen zit heel lekker. Zet ik die minder gauw aan. Dus ja. het, ik denk ook dat een, een iets om mee te spelen. Uh, de rol kan zijn van: wil jij hier als. Communicatie-expert heel erg opletten en jouw kritische hoed opzetten en die vooral zeggen, dus misschien een soort variant op de uh, advocaat van de duivel, ja. maar de expert naar voren halen. Ja, ja. Ja. Oh, die wetenschapper, hè, waar je ja. het begin al over had, ja. uh, dat dat experiment uit de jaren 50, dat ze dat bij wetenschappers, dat ze zagen dat dat effect veel minder was. Ja. Dus je wilt eigenlijk een paar wetenschappers ja. in je proces uh, ja, uitnodigen. Mensen die getraind zijn in, ja. ho ho, ben ik het hier wel mee eens? Ja. 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 En zo hopelijk voorkomen we dodelijke slachtoffers. Ja, ik zei het al, in ons werk zal dat niet te heel nee. vaak gebeuren. Maar laten we voorkomen dat we domme beslissingen gaan nemen. Ja. Goede, gedegen, goed beargumenteerde, afgewogen beslissingen. Ja. ja, nou en over dodelijk in ons vak. Ik heb gewerkt met mijnwerkers in Australië, weliswaar virtueel. Oh, ja. uh, maar die moesten af en toe beslissingen nemen: is het veilig om naar beneden te gaan? Oh, en uh, dat uh, was een hele uh, belangrijke ja, beslissing tuurlijk. die ze namen. En uh, er was veel geld mee gemoeid of ze naar beneden gingen... en weer naar boven kwamen met mooie dingen of niet. Dus druk van dus buiten. Dus heel veel pressure. Ja. En wat we gedaan hebben, wat het beste bleek te werken... om te zorgen dat zij verstandiger beslissingen namen... was in de gang... Hadden we ze, 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 bouwen, ze bouwen om de tunnel waar ze ingaan... om de, de, de grot waar ze naar beneden gaan, bouwen ze altijd huisjes heen. En daar hingen we... De foto's voor wie deze mensen weer boven moesten komen. Mm. Dus we hingen voor iedereen van, nou, dit is mijn kleinzoon, uh, John's grandson. Uh, en wat ze, de afspraak die ze gemaakt hadden was, als we de beslissing nemen, zeggen we even voor wie nemen we deze beslissing. Dus, oké, okay, we nemen hem voor John's grandson, voor zijn vrouw, voor die zijn hond, <laughs> voor die die wil nog optreden daar en daar. Dat is waarom we de beslissing nu nemen. Ga mij naar beneden of niet? En dat maakte dat ze een veel verstandiger ja. beslissing namen, omdat er een veel groter belang aan kwam ja. naast het belang van ga nou naar beneden en haal die stenen boven. Een soort, ja. een soort tegendruk creëren ja. dus. Ja. ja. Een emotionele tegendruk. Ja, precies. Ja. Mooi. Goed voorbeeld. Ja. Groupthink, het is er. Het zal er ook altijd blijven. Ja. Maar je kunt dus maatregelen treffen om het tegen te gaan. Wij bedanken je heel erg voor het luisteren. Kijk vooral op www.nomerborglearning.nl voor meer achtergrondinformatie. Over dit fenomeen, Shana? Ja. Ik vond het best een goede aflevering. Wat vond jij eigenlijk? <laughs> nou, nu je het zo zegt, ja. ja, ja lekker, goed, hè? lekker. Ja. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.